een heel sterk seizoen. Dat blijkt dan tot, ze spelen mee, ze staan constant in play-offs erin. Ze staan zelfs op een gegeven moment derde, vierde, dan eens vijfde. En dan ja, komen die laatste drie wedstrijden aan, waar ze volgens mij 3 op 9 moeten halen, dat ze voldoende hebben. En ze pakken 1 op 9 en ze halen dan juist play-offs 1 niet. Spreken we dan van een geslaagd seizoen of niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar als je zo kort erbij zit en je moet het dan laten liggen, ja, dan ben ik het spijtig. Ja, want ik had in het begin had ik zelfs gedacht van dat Anderlecht het niet ging halen. Want 4 wedstrijden of 5 wedstrijden van Deinen ben ik uitgenodigd geweest en Anderlecht had de aftrap gegeven. En ik had het gevoel, mijn broer zat langs mij, ik had het gevoel van, ook tijdens die wedstrijd, dat Anderlecht is niet bekwaam voor het verschil te maken thuis of op verplaatsing. De periode, ik herinner me de periode van mezelf. Wij creëerden enorm kansen. Wij zaten constant op de helft van een tegenstrever. En als je nu kijkt, nu komt iedereen naar Anderlecht met het gevoel van, wij komen hier voor te winnen. Dat bestond vroeger niet. Vroeger zei iedereen, als we deze half uur, kwartier, 20 minuten doorkomen, dan hebben we misschien een kans voor iets mee te nemen. Maar zover kwam het vroeger niet. En dat vind ik nu niet meer het Anderlecht, het dominante thuis, de kracht die zij hadden van iedereen kwam bij schrik naar Anderlecht, van ja, op Anderlecht was niks te rapen vroeger. En nu komt iedereen naar Anderlecht met de gedachte van we gaan er 3 punten meenemen. En dat mag niet. Allee, dat mag dus wel, dat is eigenlijk het voetbal, maar een club gelijk Anderlecht bestond dat niet. Nee.